Laat me zeggen dat we van het NCCR hebben wij natuurlijk na de grote regens van zondag, zondag of maandag, hebben wij dus een inventarisatie gemaakt van onder andere de gebieden die het zwaarst getroffen zijn geweest. En dat hebben wij dus tot op dit moment zijn we dus daarmee bezig om te kijken naar welke gebieden zijn er getroffen en wat is eventueel wat zijn de gevolgen, de negatieve effecten geweest daarvan. En ik moet zeggen dat we dus, zoals reeds in de pers bekend is, zijn er diverse gebieden onder water geraakt. Ook woonwijken, een heleboel woonhuizen. Vooral in de gebieden Paramaribo Noord. En ook in het zuiden van Paramaribo hebben wij dus plekken gehad, zoals Zorg en Hoop, et cetera, die dus onder water zijn geraakt. Verder moet ik aangeven dat ook districten Wanica hebben wij meldingen gehad van mensen die onder water zijn gelopen. Verder hebben wij dus landelijk, als we doen gebruikelijk, hebben wij landelijk controle gehad, inventarisatie. Waarbij we dus van het netwerk hebben we dus begrepen dat er dus ook onder andere in de diverse plekken in Brokopondo hebben wij dus ook wat meldingen gehad van hoge waterstanden. We hebben vanuit het Tapanahoni-gebied hebben wij meldingen gehad dat het water stijgt. En dat we, weet je dus dat er dorpen zijn die nog niet zijn ondergelopen, maar dus dat men wel een trend ziet van stijgend water. En het Paramaka-gebied, hebben wij gecheckt, daar zijn er geen bijzonderheden gemeld. We hebben gecheckt met het gebied van Matuariërs, van Grammont Valentijn. Daar hebben wij dus inderdaad wel meldingen gehad dat ook zij stijgend water zien, maar dat ze dus nog niet ondergelopen zijn, et cetera. Dat zijn, laat me zo zeggen, ik geef een beetje meer detail hoor, zodat jullie een beetje weten. Dus dat het niet alleen om een inventarisatie gaat van deeltijd, maar dus een continu proces van inventariseren. En op welke manier heeft NCCR moeten helpen bij de gebieden in Paramaribo? Nou, NCCR heeft, we hebben op dit moment, as we speak, zijn we dus op dit moment bezig aan de onder andere Soerjudeeweg om te kijken als er mensen geplaatst kunnen worden. Het gaat in deze om twee ouderen vandaag die dus in een huis zitten. En we zullen moeten kijken als we ze niet moeten verplaatsen. En we doen dus een beroep op familieleden om ze voorlopig op te vangen. Verder hebben wij ook assistentie verleend aan mensen die ook gevraagd hebben om verplaatst te worden. Verder in Paramaribo. We hebben ondersteuning gegeven bij het bomen die op huizen zijn gevallen, waarbij we dus samen in samenwerking met het ministerie van OW hebben gekeken naar het opruimen van de bomen, zodat de mensen dus kunnen voortgaan. We hebben in diverse gelegenheden hebben wij dus verzoeken gehad om dat mensen dus voorzien zouden willen worden van zandzakken. Dat hebben wij dus ondertussen ook gedaan, na een korte inventarisatie van wat moeten we doen. Dus dat is de manier waarop wij denken, ondersteuning verlenen. We ondersteunen ook de diverse districtscommissariaten wanneer ze het veld ingaan, om dus ook wel inventarisaties te maken. En we hebben ze onder andere geholpen met het verstrekken van waterlaarzen, weet je, dus dat soort dingen. Er is ook sprake van afkalving bij de dam. Is NCCR ook betrokken in deze fase? Nou, betrokken, ik weet niet wat u bedoelt met betrokken. Wat wij wel weten is dat er meldingen zijn gekomen over die afkalving. Kijk, NCCR is geen, laat maar zo zeggen, deskundige op het gebied van dammen en et cetera. Dus wat wij hebben gedaan is gewoon geïnventariseerd van oké, wat wordt er gezegd door onze deskundigen? Maar tegelijkertijd, omdat het om zo'n zeer serieuze zaak gaat, kijken wij ook naar wat de meningen zijn van andere deskundigen die ons op dit gebied eventueel ook wel wat andere inzichten geven.
En vanuit NCCR houden wij ons het recht voor om dus ook andere deskundigen te vragen om een second of een third opinion met betrekking tot de situatie op de dam. Dus in dat proces zitten wij van NCCR. En natuurlijk hebben wij ons ook ervan vergewist dat de situatie niet zo verschrikkelijk nijpend is dat wij reeds de zaak, hoe moet je het zeggen, ja, dat we de bevolking moeten in paniek moeten laten raken vanwege het feit dat wij gaan starten met uitvoeren van verplaatsingen van mensen, evacueren zoals het populair wordt gezegd. Dus we zitten nog niet in die fase. En gelukkig nog niet, en we hopen niet dat we in die fase zullen terechtkomen.